We zijn hier bij de tractorpooling in Oudehoorn. Diverse teams uit allerlei klassen gaan met elkaar de strijd aan. Teams uit heel Europa met duizenden bezoekers hier op het terrein. Wij gaan de sfeer hier proeven, dus ik zeg kom mee. Nou, we staan hier bij een van de teams die meedoen aan tractorpooling. Welk team zijn jullie? We zijn team Runaway Deer. We doen deelnemen in de pro-stokklasse en Extreme Deer in de superstokklasse. Oké, okay, en jullie zijn hier naar Oudehoorn toegekomen. En het eerste wat ik me eigenlijk afvraag, hoeveel voorbereiding zit er aan een wedstrijd als deze vast? Nou, meestal is er bijna elk weekend een wedstrijd. Dus door de week ben je echt wel elke avond bezig om het allemaal in orde te maken en te controleren. Okay. En hebben jullie al gereden of moeten jullie nog? Nou, we hebben met de pro-stok net gereden, maar dat ging niet helemaal goed. We zijn niet de laatste geworden. Okay. Er zit ergens een probleempje in het trekken waar we nog niet helemaal achter kunnen komen wat het is. Okay. Dus dat moet nog wel opgelost worden. Hebben jullie nog een volgende run zometeen? Nou, niet meer in de pro-stok, dan met de superstok. Okay. Ja, dan is er straks een klasse en dan gaan we daar weer proberen. Ja. En hoe is het voor jullie om weer zoveel mensen in het publiek hier te zien in Oudehoorn? Ja, dat is weer mooi, hè? Dat is weer als van ouds. Ja. Iedereen was alweer aan toe, dus ja, nee, dat is gaaf. Dankjewel. Oké. 90 meter. Nou, we zitten hier naast vier bezoekers van de tractorpooling. Ja, hoe vinden jullie het hier om hier te zijn weer? Ja, geweldig. Ja. Lekker man. Ja. Keihard. Gelijk hier overal. Poh. Zijn jullie vaste bezoekers van de tractorpooling? Ja, het is mijn vijfde jaar op rij, althans zonder corona. Okay. En jullie hebben hier ook al een beetje backstage rondgekeken. Zijn er echt bepaalde teams die jullie echt tof vinden? Eigenlijk niet. Gewoon alles. Diegene met die E30, die BMW. Ja. Die BMW, sowieso. Ja, ja. En blijven jullie gewoon de hele avond voor alle klasses? Ja. Alle klasses gewoon. Sowieso. Tot het einde blijven. Ja, ja. Bier drinken. Ja, want ja, wat is het inderdaad gewoon trucks kijken en bier drinken? Is dat de combinatie? Voor ons wel, ja. Voor ons wel. Herrie en bier. Ja, nee, drinken. Gewoon drinken. Dus de sfeer hier zit helemaal goed? Ja, zeker, ja.